Nederlanders zijn steeds meer op zichzelf. We zitten steeds vaker in ons eentje, achter de computer of achter de tv. Daarom denk ik dat we een voorbeeld moeten nemen aan Brabant, waar ze nog wel weten hoe het moet. En daarom ben ik afgereisd naar Eindhoven, waar Guus Meeuwis een concert geeft. Hier om 4 uur zijn de Brabanders voor het Philipsstadion al begonnen met hun gezelligheid. En hoe komt het dat Brabanders zo ontzettend gezellig zijn? Nou, daar ligt denk ik toch steeds meer naar het zuiden. Wij zijn heel gastvrij. Wij lijken op de Belgen. Dit hè? Veel eten. Eten en drinken en gezelligheid. Dat zit gewoon in de genen. Dat hebben we meegekregen van huis uit. En hoe kan ik dat als iemand van boven de rivieren ook krijgen? Dat weet ik niet. Nou, ik denk dat je gewoon veel bier zuipen. Ja, veel bier drinken en echt lekker lom moet doen, weet je wel. Gewoon alle remmen los. En kut roepen en zo, gaan. Weet je wel. Kut roepen. Kut roepen. Kut! 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 Hey bier, kut! Hey bier, kut! Hey bier, kut! Als je dat zegt, dan ben jij een soort van Brabander. Dan word je geaccepteerd door de Brabanders. Jullie worden geen Brabanders. Er worden geen Brabanders. Boven de rivier, daar wordt nooit een Brabander. Er zijn ook twee soorten gezellige mensen. Er zijn Brabanders en dikke mensen. Echt, en u bent het allebei. Oh, kijk eens aan. U bent eigenlijk een van de meest gezellige mensen in Nederland. Zo, kom ik goed weg. Die Brabanders die kunnen wel flink zuipen, toch? Dat klopt. Maar we hopen dat het in ieder geval zo houden dat we geen ernstige dingen gaan krijgen. Ja, wel, een echte Brabander die hoopte gewoon dat er wat mensen in coma belanden. U bent heel gastvrij. Ja. Oh, dan neem ik deze even van u over. Mag dat? Ja. En lekker eten. Hey, maar ik vind een beetje mensen in Nederland moeten een beetje dat Brabants overnemen. Nederland moet een beetje één groot Brabant worden. Ja. Goed idee, hè? Ja. Heel goed. Dat is leuk. Dat is een goed idee, hè? Ja, dan zou het een stuk beter gaan. En hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Want wij zijn het met elkaar eens. Ik denk even wachten en dan komt er van ergens. Gaan jullie ook naar Guus? Ja! Nee! En is... Hou je bek! En is Guus een beetje de opper-Brabander? Ja! Hij is keigoed. En waarom is... Wij lijken net zo. Guus is echt geweldig. Waarom is Guus keigeweldig? Ik ben verliefd op Guus. Echt waar. Wij allemaal. Gewoon normaal doen en doe je al gek genoeg. Eindhoven de gekste. Eindhoven de gekste. Het lijkt me nu al duidelijk genoeg hoe gezellig die Brabanders zijn. Dus het is tijd voor de opper-Brabander, Guus Meeuwis. Ik loop hier alleen in een te stille stad. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Maar de mensen, ze slapen, de wereld gaat dicht. En dan denk ik aan Brabant, want daar wandel ik.